Van harte welkom in het topsportcentrum in Rotterdam. Waar over ruim 10 minuten de wedstrijd Fortis Rotterdam tegen New Heroes Den Bosch gaat beginnen. Het zal de wedstrijd zijn tussen de nummers 5, de thuisploeg, en de nummers 2, de bezoekers. In de Nederlandse basketbal eredivisie. Waarbij Den Bosch er alles aan zou willen doen om die tweede plaats te verdedigen. Terwijl Fortis Rotterdam aansluiting wil houden bij de top 4. Want Zwolle staat op 2 puntjes afstand van Fort Lies. Eerdere ontmoetingen gingen allebei naar Den Bosch. Op 4 november werd het 75-68 en op 13 januari werd het 81-91. Beide dus voor de Bosschenaren. Fort Lies heeft dus nog een appeltje te schillen met deze tegenstander. Hoe de wedstrijd zich gaat ontwikkelen gaan we zien over een minuut of 10. Dus graag tot zo. Mijn naam is Alice Bauer en in mijn huidige werk combineer ik mijn achtergrond als arts, mijn sportgeneeskundige activiteiten, mijn opleiding en ervaring als coach met ruim 25 jaar ervaring als senior manager in het bedrijfsleven. Mijn deskundigheid van het menselijk denken, niet wat maar hoe iemand of een team denkt en de patronen die daarbij zowel op individueel niveau maar ook op teamniveau ontstaan, die verbind ik aan mijn managerial en medische deskundigheid. En daar zit mijn expertise. Of het nou gaat om professionele of persoonlijke ontwikkeling, de mental coaching in de sport, teamcoaching, loopbaanbegeleiding of talentontwikkeling. En het levert een verrassend praktisch en duurzaam resultaat. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes,
Welkom in het topsportcentrum. Welkom bij Forward Leeds Rotterdam. Op dit moment zitten we op zo'n driekwart van het seizoen. En dat is een mooi moment om de ranglijst eens even bij te pakken. We zien daarom dat Rotterdam momenteel op een keurige vijfde plaats staat. En heeft daarbij nog voldoende uitzicht op een vierde plaats. En als we even naar beneden kijken, doe maar heel even. Dan zien we een mooi gat tussen de nummer 5, Rotterdam dus, en de zesde plaats, Amsterdam. En dat gat bedraagt maar liefst 14 punten. We kunnen dus rustig stellen dat het wel heel erg raar moet lopen. Wil Rotterdam de play-offs niet halen? Een mooi vooruitzicht dus naar de wedstrijd die vanavond voor ons ligt. De tegenstander van vanavond is New Heroes Den Bosch, die op dit moment op een keurige tweede plaats staat in de competitie. We weten inmiddels ook dat Rotterdam in thuiswedstrijden kan verrassen tegen ploegen in de top 4. Dus wat gaan onze helden van Forward Leeds vanavond doen? We gaan het zien. We gaan de spelers aan u voorstellen. En we beginnen met onze gasten New Heroes Den Bosch. Met nummer 2 Maarten Bouwknecht. Met nummer 3 Mike McLunstak. Met nummer 7 Stefan Wessels. Met nummer 9 Stan van der Elzen. Met nummer 10 Kevin Bleker. Nummer 12 Kees Akerboom. Nummer 14 Nick Oudendag. Nummer 17 Tim de Vries. Nummer 21 Norvo Carey. En tot slot nummer 73 Kashun Sheryl. De hoofdcoach van de New Heroes Den Bosch is Silvano Poropat. Geassisteerd door Jeroen van Vught. En dan nu uw aandacht voor Rotterdam. Nogmaals, goedenavond. Fijn dat u meekijkt naar de livestream van Forward Leeds Rotterdam Basketbal. U zag zojuist de spelers van New Heroes Den Bosch het veld opkomen. En nu volgen de mannen van de thuisploeg Forward Leeds Rotterdam. En laat je horen voor onze helden van Forward Leeds Rotterdam met nummer 1 Robert Krammerdam. Met nummer 2 Joey Punister. Met nummer 3 Jason Rijaard. Met nummer 4 Otmar Kreesburg. En met nummer 5 Ordaan Kanda Kayinda. Met nummer 6 Koen Stolk. Met nummer 7 Michel Metanli. Met nummer 8 Mike Bauer. Met nummer 10 Michael Kok. Met nummer 11 Trevor Dawick Setti. En tenslotte met nummer 12 Marcel Boyd. En ook vanavond is die nieuwe wij, dames en heren, Buffel de Buffel! De wedstrijd dus tussen de nummers 2 en 5. Forward Leeds dat op slechts 2 puntjes afstand staat van Zwolle. Hoewel Zwolle wel 1 wedstrijd minder heeft gewonnen. Maar Rotterdam verloor afgelopen week van Donar Groningen. Niet heel dik. Nou, werd toch nog wel 89-65. Maar ja, Forward Leeds dat toch echt zou willen winnen vanavond. Want het verloor dit seizoen al 2 keer eerder van Den Bosch. En heeft in die zin dus nog revanche te nemen. Den Bosch dat vanavond de coach Silvano Poropat gewoon op de bank heeft zitten. Poropat die afgelopen week in de wedstrijd tegen Leiden in de bekerwedstrijd. Die met 20 punten verloren werd door Den Bosch. De eerste van 2. Ja, volledig door het lint ging in de slotfase. Waarin zijn ploeg het niet echt lekker meer deed. En uitte zijn frustratie tegen de arbitrage. En de tuchtzaak tegen de Kroatische oefenmeester, die was vanmiddag bij de NBB in Nieuwegein. Dames en heren, ook vanavond wordt
En Poropat verklaarde daar andermaal dat hij tegen Leiden volledig door het lint ging uit pure frustratie. En hij bood daar ook nogmaals zijn verontschuldigingen aan de betrokken arbiters aan. Dat is dan natuurlijk wel weer erg netjes. Ja, de uitspraak van de tuchtcommissie echter, die laat nog tot maandag op zich wachten. Dus Poropat kan vanavond gewoon coachen. En ik hoor zojuist iets wat ik niet wist. Applaus hoor, jawel. Bij deze hoort misschien ook al Jeroen van Vught is jarig vandaag, de assistentcoach. Die dus naast Poropat zit vanavond. Waar zou een wedstrijd, basketbalwedstrijd zijn zonder arbitrage? Die ga ik ook even nu voorstellen. In het veld zullen staan John van Dam, Paul den Hartog en Michiel van Beers. En de commissaris hier aan tafel, Henk van Eck. Dan gaan we gelijk even kijken naar de starting five van beide teams. Voor de New Heroes Den Bosch zullen starten Mike McClusick, Stefan Wessels, Nick Oudenbach, Pim de Vries en Kashun Sheryl. En laat je horen voor de starting five van Rotterdam, Ordaan Kanda, Koen Stol, Michael Kok, Trevor Setti en Marcel Boyd. Nou, mocht u het hebben gemist, ik herhaal nog even de starting 5 voor u. Nummer 3 Mike McClusick, nummer 7 Stefan Wessels, nummer 14 Nick Oudendag, nummer 17 Pim de Vries en nummer 73 Keyshawn Sheryl. Zij zullen starten namens New Heroes Den Bosch. En bij de thuisploeg zijn dat nummer 5 Ordaan Kanda, nummer 6 Koen Stolk, nummer 10 Michael Kok, nummer 11 Trevor Setti en nummer 12 Marcel Boyd. Den Bosch dat Anthony Marshall moet missen. De rest van het seizoen, behoorlijke aderlating voor de ploeg. Vooralsnog in elk geval geen vervanger voor. Het zal dus aan de huidige line-up zijn om de klap op te vangen. Maar Den Bosch heeft een brede selectie. En vandaag dus ook in de startende positie. Pim de Vries komt uit de eigen jeugd van Den Bosch. Debuteerde al op zijn 17e in de hoofdmacht. Dat was in het seizoen 2012-2013. Dus dit is alweer zijn zesde seizoen voor Den Bosch. Werd in seizoen 14-15 zelfs kampioen. En won in 15-16 de beker met Den Bosch. Dat is dus Pim de Vries, een van de jeugdspelers aan de kant van Den Bosch. Bij Fort Lee zien we Koen Stolk starten met nummer 6. Die de afgelopen weken steeds lekkerder in zijn spel is gaan komen. 20 jaar nog maar. 1,95 meter lang. En bij Fort Lee zitten ook Jason Rijhaard, Otmar Kreepsburg en Mike Bauer nog op de bank. Ook uit eigen jeugd. En na een eerste flipperkastmanoeuvre de bal bij Den Bosch. Rotterdam won dit seizoen 13 van de 22 wedstrijden, bijna 60%. Eerste score is voor Nick Oudendag. Den Bosch won 16 van de 20 wedstrijden, heeft er dus 2 minder gespeeld tot nu toe, maar zit wel op een hoger percentage, 80%. De eerste thuiswedstrijd hier dus in Rotterdam, die ging ook dus naar Den Bosch. Waar toen 81-91 een sterk slotkwart van Rotterdam, maar ja, dat kon niet meer... voorkomen dat Den Bosch er met de 2 punten vandoor ging. Dat was alweer op 13 januari. En in die wedstrijd waren met name de winteraanwinsten. Oh, wauw! Mooie 3 punten van Keyshawn Sheryl. Dat is een rappe start voor Den Bosch. Wat ik wou zeggen was, in die eerste thuiswedstrijd hier in Rotterdam waren het Marcel Boyd en ook Joey Puddister en Michel Madanly die nog... Hun draai moest zich vinden in het team, terwijl Trevor Setti er 2-5 van maakt. Setti afgelopen wedstrijd tegen Donar, ondanks het verlies, toch nog goed voor 16 punten, waarvan 4 driepunters, 40% schoot hij toen. Trevor Setti die ook nog eens 6 rebounds pakte die wedstrijd. En hier in elk geval zijn eerste rebound van de wedstrijd pakt.
Michael Kok. Persoonlijk foutje van Mike McClusack. Een van de talentvolle schutters aan de kant van Den Bosch. McClusack scoorde afgelopen donderdag tegen Den Helder 19 punten. Oh, was Pim de Vries trouwens, excuus. Doet verder niets af aan het feit dat Mike McClusack afgelopen donderdag lekker stond te spelen voor Den Bosch. Dus Michael Kok met 1 uit 2 in elk geval. McClusack dus een van de mannen wel echt om te bewaken vanavond. Afgelopen donderdag 5 uit 10 driepunters. En eenmaal Michael Kok. En dus 19 punten. Michael Kok houdt het bij 1 uit 2 vrijworpen. Dit is hem, McClusack. Tweepunter. Ja! Maar wat... Ja, de scheids wijst dan Mike McClusack na. Als hij de fout aanduidt. Dat is voor mij even verwarrend. Ik dacht dat hij daarmee wilde aangeven dat McClusack de fout maakte. Maar dat leek mij sterk. McClusack legt dus aan voor de bonusvrije worp. En dat doet hij keurig. En dus na 2 minuten spelen de voorsprong voor Den Bosch. Dat is een mooie assist van Michael Kok op Marcel Boyd. Mooi boogballetje over de defensie heen. En Marcel Boyd let op en rond goed af. Marcel Boyd tegenover Nick Oudendag. Wat een mooi duel. En Nick Oudendag maakt het goed af voor Den Bosch. Twee lange mannen tegenover elkaar. Schelen in lengte niet veel. Gordon Kanda. De point guard van Fort Lees. 21 jaar. Afkomstig uit Antwerpen. Uitgeleend door zijn club. Ja, fijn, u kent het verhaal waarschijnlijk. De Antwerp Giants. Bezig aan een uitstekend seizoen. Is Nederlands topscorer. 19,6 punten. En dit is Trevor Seddy. Die met name voor de winterstop uitstekend stond te schieten. Stond toen op zo'n 44% driepunters. Is daarna iets ingezakt. Speelde wat wisselvalliger. Maar afgelopen donderdag dus wel een prima pot tegen Groningen. Hoewel die wedstrijd dus verloren werd. Scoorde die 4 uit 10 driepunters. 40%. Nou, dat is netjes. Als je dat vanavond ook haalt, dan... Dat het voor zijn ploeg erg belangrijk zijn. En we staan op 10-10. Fort Lees heeft de schade dus wel weten in te lopen. Den Bosch dat goed startte. 5-0 voorkwam. Trevor Seddy, hartstikke idee. Tweede tweepunter van de avond. Keyshawn Sherrill, dit zou ook een tweetje zijn. Maar dat wordt uiteindelijk niets. Seddy stuurt McClusack het bos in. En staat binnen no time op, als ik het goed heb, 11 punten. En een Rotterdamse fout gemaakt. Nummer 10, Michael Kok. En de vrije worp. Is niet waar, voor Seddy zijn er 9. Nick Oudendag aan de vrije worplijn. En daarmee komt Oudendag op 5 punten. Agressief en attent verdedigd van Sherrill, die dan voor eigen succes gaat. Dat lukt niet. De rebound was van Koen Stolk. Oeh, goed gezien zeg van Seddy. De over de achterlijn insnijdende Koen Stolk. Seddy krijgt hem terug van Stolk. En dat is hij lekker bezig.
12 punten voor de 28-jarige man uit Peebles, vlakbij Cincinnati. Speelt met name na de winterstop dus wat wisselvallig, maar dit is een uitstekende start van Seddy. McClusek tegen de zijkant van Bord, wat ongelukkig. Seddy met de rebound en dan raakt hij hem ook kwijt. Ja, daar gebeurde niet zo heel veel. Seddy claimt een persoonlijke fout, maar dat was het in elk geval niet. En er wordt gewisseld. Beschermde de bal niet heel erg goed. En een wissel bij Den Bosch. Maarten Bouwknecht is erin gekomen voor Pim de Vries. Marcel Boyd, balverlies. Keyshawn Sherrill. Bouwknecht. Bal spat van de ring. Oudendag had geen schijn van kans om hem onder controle te krijgen. En komt Rotterdam goed weg. Fort Lee is dus nu de voorsprong gepakt, met name via Trevor Seddy. Met een paar lekkere afstandsschoten. Dat Koenstolk kan dat ook. Maar deze drie punten gaat er niet in. En dat is eigenlijk precies wat Den Bosch nu nodig heeft. Een lekker drietje misschien van deze man, Sherrill. Solo actie onder het bord. Uiteindelijk het balletje rond bij Den Bosch en Stefan Wessels met de driepuntschot. De afstandsschoten vallen nog niet echt bij Den Bosch. Persoonlijke fout van nummer 6, dat is Koen Stolk. Hield vast na dat balverlies. Een fout gemaakt aan de kant van Rotterdam, nummer 6, Koen Stolk. New Hero staat op 1 uit 3 driepunters, 3 uit 9 tweepunters. Percentage is dus wat aan de lage kant. 1 uit 4 driepunters zelfs. Terwijl Fort Lees op 2 uit 3 driepunters staat. Ja, dat zijn natuurlijk de twee driekjes van Trevor Seddy, maar dit is dan wel een stap in de goede richting. Maarten Bouwknecht, driepunter, New Heroes Den Bosch. En het gaatje is nog maar drie puntjes. Trevor Seddy, dat is snel geschoten, maar wat knap dat hij dat vol overtuiging doet. En er is een time-out aangebracht. En de time-out is denk ik van Den Bosch. Ja, met name Trevor Seddy zit lekker in de wedstrijd hoor. Heeft zelfs nog geen bal gemist. Staat op 100% scores. Zowel twee punters als drie punters. En dat betekent dat hij ook aan kop gaat als topscorer van de wedstrijd. Hij heeft namelijk 15 punten. En bij Den Bosch zal het schotpercentage omhoog moeten. Misschien dat Maarten Bouwknecht daarin het voortouw kan nemen. Met die driepunter van zojuist. Ja, dat kan veel doen met een ploeg. En als die eindelijk een keer valt. Het bewijs dat er geen dekseltje op de basket zit. Bouwknecht schotpercentage van 31%. Driepunters dit seizoen. Verder 20 tegen 14, 2 minuten 39 gaan in het eerste kwart.
beste driepuntschutter bij New Heroes is, ik zei het al, Mike McClusack. 40,7% driepunters. Hij heeft er dit seizoen nog 50 ingeramd voor zijn ploeg. Steady staat trouwens gemiddeld op 33,7%. Dus daar is hij vanavond in elk geval al ver overheen. Ja, zoals gezegd, dus 100% tweetjes en drietjes voor Trevor Steady. En Voortlies heeft de voorsprong dus met name aan hem te danken. Persoonlijk foutje van Cheryl op Ordankanda. De fout gemaakt aan de kant van de New Heroes. Nummer 73, Cashew Cheryl. En ook een wissel. En de Bos komt nummer 17 in de ploeg. Pim de Vries voor nummer 3, Mike McClusack. Pim de Vries komt weer binnen de lijnen. Dit keer voor McClusack. Ordankanda, lekker gymshotje. Tweede score van de wedstrijd voor Ordankanda. De man die dit seizoen al een keer of 5-6 topscorer werd bij zijn ploeg. Is Pim de Vries met de score. Mag Trevor Selly de bal opdribbelen. Ordankanda helemaal naar links. Komt nu de bal halen. Dat leek een duwfout op Maarten Bouwknecht, maar het mag door. Mooi afgepaast op Boyd, maar die komt dan in botsing met de veel kleinere Cheryl. Raakt de bal kwijt en Cheryl benut de vastbreek. Ook nu zou je verwachten dat Ordankanda die bal komt halen, maar dat gebeurt niet. Eens kijken of de mannen het onderling op kunnen lossen, want de schotklok staat op 1 seconde. En dan is het inderdaad een 24 seconden overtreding. Amal Salomon boos, terecht. Want dit was gewoon niet best. Deze aanval van Voortlies gaat volledig de mist in. Is ook even wat discussie tussen Boyd en Seddy. Is het afgesproken werk dat Ordankanda zich daar een beetje verschuilt? Ik vraag het me af. Met twee aanvallen op rij sluipt hij naar de linkerkant en dribbelt Seddy. En het loopt het laatste als Michael Kok de bal op. Maar als dan Kanda ook de bal niet komt halen, dan zie je toch dat die aanvallen allebei stranden. Oeh, dat is attent van Nick Oudendag op de inzet van Stefan Wessels. Nick Oudendag met de tip in. En Den Bosch verkleint het gaatje na de time-out van Silvano Poropat efficiënt. Die time-out heeft de ploeg zeker goed gedaan. Afvallend balletje en Ordankanda had 1 tegen 1 kunnen gaan. Houdt dan in. Kiest voor de rust. Is op zich slim. Alsnog zelf. En de misser. Nou, leek mij niet zo'n hele handige keuze. Had die afvallende bal gewoon ook eigenlijk in 1 keer af kunnen maken wat mij betreft. Heeft dit seizoen al veel van zulke acties laten zien. Vol zelfvertrouwen. Keyshawn Cheryl met de 3 punten. Die gaat missen. En Nick Oudendag benut dan op de buzzer van het eerste kwart de score. Salomon baalt. Dat zijn ploeg maar toch wat gemakzuchtig staat te verdedigen, want dat is het. En nog een fout gemaakt aan de Rotterdamse kant, nummer 12, Marcel Boyd. Boyd is gewoon de man die Oudendag moet uitboksen. Dat gebeurde totaal niet. Even wat overleg nu ook tussen de coach en met name Boyd. Heeft Voortlies nog een klein mazzeltje dat Nick Oudendag de laatste vrije worp mist. En dat de eerste kwart, het eerste kwart moet ik zeggen, uiteindelijk gelijk eindigt. 22-22. We gaan even kijken naar wat highlights. Graag tot zo. We'll be right back.
Leuk openingskwart. 22-22. De eerste voorsprong was voor de bezoekers. Werd al snel 5-0. Maar daarna, met name via Trevor Seddy, kwam Fort Lees uitstekend terug. Seddy gaat aan de leiding. In puntenaantal staat hij op 15. 3 uit 3 3-punters en 3 uit 3 2-punters. 100% scoren dus ook. Prima statistiek van hem. Ordan Kanda staat op 4 punten. Marcel Boyd op 1 en Michael Kok op. Marcel Boyd op 2, Michael Kok op 1 punt. En bij New Heroes Den Bosch is het Nick Oudendag die op 9 punten staat. Gevolgd door Keyshawn Sherrill op 5. En met name Nick Oudendag die pakte een aantal keer attente aanvallende rebounds. Hij heeft er al 3 op zijn naam staan. En Stefan Wessels deed dat ook 1 keer. Waardoor Den Bosch dus op 4 aanvallende rebounds al staat. Tegenover eentje voor Fort Lees. Zegt iets over de verdedigende intensiteit bij Fort Lees. Die zal toch echt nog ietsjes beter moeten. Wellicht dat Michel Madanly daar verandering in kan brengen. Iets meer agressiviteit wellicht in de verdediging. Hoewel van Michael Kok eigenlijk ook altijd die agressiviteit wel verwacht mag worden. Die laat het ook altijd wel zien. Even een frisse kracht in elk geval in het veld. Madanly. De man die laatst met Syrië, met zijn nationaal team speelde en nog kans heeft op deelname aan het WK in China met zijn team. Marcel Boyd is net als in het eerste kwart wat ongelukkig onder de basket. Wordt vakkundig afgestopt, vooral door Nick Oudendag. Zijn bewaker. En andersom moet Boyd Oudendag nu aan de andere kant bewaken. Kan niet voorkomen dat hij de bal krijgt en een mooie assist geeft. Op de binnen de lijnen gekomen Norville Carey. Die nu zijn eerste minuut maakt. In het eerste kwart nog niet in actie kwam. Maar in zijn eerste minuut ook gelijk een flitsende actie maakt. Goed gezien door Oudendag. Eerste misser van de wedstrijd. Dat is van Trevor Seddy. Althans de eerste misser van zijn hand. 100% is het dus niet meer bij hem. En Boyd maakte een aanvallende fout. En ik ben benieuwd wanneer Robert Krabbe dan binnen de lijnen gaat komen. Had afgelopen weken wat last van onder andere wat pijntjes aan de lies. Hij zit wel in sportkleding. Ik ga er niet vanuit dat hij te geblesseerd is om in actie te komen. Maar Krabbe dan komt in elk geval niet erin. Wel op Mark Keesburg. Maar eerst nog is het Kees Akerboom in zijn 657ste wedstrijd. Voor Den Bosch met de 3-punter. Ja, Seddy kan ook missen. Moet nu oppassen dat hij niet te snel de keuze maakt om te schieten. In het eerste kwart waren dat goede keuzes en stond hij inderdaad helemaal vrij. Nu moet Fort Lees vooral de combinatie op gaan zoeken. En niet vervallen in snelle schoten. Dat geeft Den Bosch alleen maar de kans om de fast break te benutten. Goed opgevangen door Carey. Maar toch de score voor Ordan Kanda. Hoe die het doet, doet hij het. Wat een bal. En ook nog de bonusvrije worp voor de nummer 5 van Fort Lees. En dan wordt Marcel Boyd er inderdaad afgehaald. Maar is het niet Robert Krabbedam die voor hem in het veld komt? Hij heeft misschien dan toch nog wat te veel last van die liesklachten. Ordan Kanda met de end-one. Ook Trevor Seddy is eraf gegaan. Michael Kok staat er nu weer in. En dus Otmar Kreemsburg, 21 jaar. Zo, daar komt Nick Oudendag even als locomotief op diezelfde Kreemsburg. Maar kijk hem eens verdedigen, Otmar Kreemsburg. Een kop kleiner. Wow! Norville Carey met de dunk. Die kwam hoog. En kan Otmar Kreemsburg Nick Oudendag verdedigen wat hij wil. Maar als dan Norville Carey hem zo afdunkt, dan heb je daar alsnog weinig aan natuurlijk.
Mooie actie van de Bossenaren. En dit is Pim de Vries. Twee punter. En Den Bosch heeft het momentum duidelijk te pakken. En is dit een logische time-out van Arman Salomon. Gelijk overleg met Ordan Kanda langs de zijlijn. Ik snap wel waarom Salomon even het gesprekje met Kanda heeft, want hij ondergaat het wat gelaten, zo lijkt het althans. De spelverdeler van Rotterdam, die juist nu op moet staan. En tegen zijn ploeg zou moeten zeggen wat ze moeten doen en iedereen goed neerzetten. Ordan Kanda die wel al een aantal keren voor eigen succes is gegaan en dat ook goed doet tot nu toe. 3 uit 5 tweepunters. En een vrije worp brengt hem op 7 punten. Nou, dat is prima. Maar goed, het gaat ook om het neerzetten van het team en dat ontbreekt op dit moment. Vooral ook verdedigend. Op Mark Kreepsburg viel net uitstekend in. Niet in elk geval een goede intensiteit zien qua verdediging. Maar dat moet het hele team nu gaan doen. In elk geval slimme time-out en terechte time-out van Salomon om even het momentum te proberen weg te halen bij de bezoekers. Madan Lee, mooi flotertje. Speelt met een ingepakte vinger aan zijn rechterhand. Heeft hij geblesseerd tijdens de afgelopen interlandperiode met Syrië. Maar dat schot maakte hij goed af. Pakt hier de steal, maar voorafgaand aan die steal maakt hij een fout op Nick Oudendag. Gaat deze bal naar de achterlijn waar ingenomen mag worden na die persoonlijke fout van Madan Lee. Carey. Weer een persoonlijke fout. Michael Kok deze keer. En wederom een fout aan de Rotterdamse kant. Nummer 10 Michael Kok. Marshall Boyte weer in. Ja, Fort Lees mist duidelijk de body in het veld. En dat is dan niet Marshall Body, maar wel Marshall Boyd die er weer in komt. Voor Koen Stolk. Die ook alweer bijna de hele wedstrijd heeft staan spelen. Ja, en Den Bosch gaat gewoon vrolijk door met scoren. Dus Kees Akerboom. Die het gat weer op 6 punten brengt. Grootste voorsprong tot nu toe. Ordan Kanda. Kom op jongens, sta op en sprint terug in die verdediging. Kees Akerboom, deze zit niet. En balbezit gaat wel naar Den Bosch. Met zijn been te zwaaien. Het is dat Pim de Vries die bal niet onder controle krijgt. Komt Fort Lees goed weg. Ah, Ordan Kanda, jongen. Goed heroverd, dat wel. En Marcel Boyd omhoog, jongen. Oké. Het loopt goed af. Maar wat zag het er weer penibel uit. Marcel Boyd heeft echt problemen vanavond om die bal onder controle te krijgen. Hij werd nu niet eens echt verdedigd. Hier vliegt hij er lekker in. Kleunt er lekker in. Marcel Boyd. Hatsa. Dat willen de mensen zien.
doet goed zijn best om die bal te veroveren. Lukt niet, maar wel goed werk geleverd. Nick Oudendag gaat eruit voor Stefan Wessels. En Keyshawn Sherrill komt erin voor Pimp Vries. Voor nummer 17, Pim de Vries. Oeh, goed gezien hoor van Sherrill. Oh, dit is nog mooier. Tip in van Norville Carey. Komt op 4 punten. Aanvallende fout. Aanvallende fout aan de kant van Rotterdam. En dat is dan Otmar Kreepsburg geweest. Nou, je merkt dat Den Bosch feller is in de aanval. Veel insnijdende mannen, veel beweging. Zodra er één speler naar binnen trekt en een klein gaatje creëert, dan duikt daar altijd wel een Stefan Wessels of een Norville Carey in. En dan zijn er ook nog Kees Akerboom en Maarten Bouwknecht om vanaf de driepuntslijn voor veel dreiging te zorgen. En Rotterdam zal gewoon de insnijdende mannen beter uit moeten verdedigen. Ja, second chance points. Tweede kans punten. Hij ligt al op 6 bij Den Bosch. En dat is ongeveer het verschil. Persoonlijk foutje van Stefan Wessels. Een fout gemaakt bij New Heroes. Nummer 7, Stefan Wessels. Michael Kok kiest voor de rust. Ordan Kanda kiest voor de driepunter. Carey met de rebound. Sherrill. Behendige speler. Leuk om hem over het veld te zien rennen. Heel lenig. Heeft een gigantische versnelling ook in huis. En kan ook echt goed verdedigen. Ondanks zijn beperkte lengte. Ja, misschien is dat juist wel zijn voordeel. Scoren was van Carey. Gaat naar 6 punten. Dit is Michael Kok. Met de and-one. Ja, die bonus moet er natuurlijk nog wel in. Maar je kan op die manier wel weer iets repareren aan de schade die Fort Lees in de laatste minuten toch wel heeft opgelopen. Koen Stolk en Travis Seddy komen er weer in voor Kreepsburg en Madanli. Kees Akerboom die Den Bosch op 41 brengt. En moet Fort Lee zich toch wel serieus zorgen gaan maken of het de verdediging op tijd op orde krijgt. Maar hij heeft het nu al anderhalve kwart de tijd voor gehad en het oogt nog steeds fragiel. Ja, en ook deze Norville Carey die hier dan een verdedigende rebound pakt, die doet ook een aardige duit in het zakje hoor bij Den Bosch. Mooi jumpshot van Sherrill gaat er niet in en dan zeldzaam balverlies. Carey ziet hem over de zijlijn gaan.
Mooi gezien van Ordankanda. Marcel Boyer heeft weer net even dat extra stapje nodig om de bal onder controle te krijgen. Hij heeft ook wat te veel tijd nodig om echt vrij te komen onder het bord. Dat is jammer, want uit dat balverlies scoort dit keer Stefan Wessels. Het is het aanvallende balverlies wat Rotterdam toch iets te makkelijk leidt. En waar Den Bosch prima van kan profiteren. Bijna gebeurt dat weer. Maar inderdaad, bal op de voet bij Keyshawn Sherrill. En dan komt Kreepsburg er alweer in. Voor Marcel Boyd. Dat voor Rotterdam met nummer 4 komt in het veld op Mark Kreepsburg. Maar nummer 12, Marcel Boyd. En Arman Salomon lijkt ook iets tegen Boyd te zeggen van joh, ja, ik kan niet anders dan jou eventjes op de bank te zetten. Het oogt gewoon wat ongelukkig wat Boyd vanavond laat zien. Dat kan gebeuren. Hopelijk dat hij later in de wedstrijd nog in zijn ritme komt. In elk geval deze Seddy. Trevor Seddy, die een uitstekende eerste kwart liet zien. De laatste minuut even wat onzichtbaar was. Zat ook een tijdje op de bank natuurlijk. Die pakt zijn ritme weer op. Oh, Kees Akerboom. Met zijn tweede driepunter. Komt op 10 punten. En is daarmee ook topscorer bij Den Bosch. Brengt het gat naar 12 punten. Grootste voorsprong van vanavond. Fortlies heeft ook best wel wat persoonlijke fouten nodig om Den Bosch af te stoppen. Het zijn er al 11 tegenover 7 bij Den Bosch. Deze keer op Mark Kreepsburg. En Kees Akerboom ook vanaf de vrije worplijn. Trefzeker. Blijft toch ook een sierlijke speler om naar te kijken. Komt op 12 punten. Ordankanda, ook heel sierlijk hoor. Ordankanda. Dat zijn de acties die de mensen ook van hem willen zien. En die we nog iets te weinig hebben gezien. Hij staat wel al op 9 punten hoor, Ordankanda. Persoonlijke fout van Michael Kok. Dat is alweer de 12e persoonlijke fout. Fout bij Rotterdam, nummer 10, Michael Kok. En de derde van hem. Als de statistieken in elk geval bijgewerkt zijn. Dat is inderdaad de derde van Kok. En Norville Carey kan naar 10 punten gaan. En dat doet hij niet. Blijft op 9 steken. Maar prima tweede kwart van Norville Carey. Al vanaf de eerste minuut dat hij in de tweede kwart dus zijn entree maakte in deze wedstrijd. Maakte hij een hele zelfverzekerde indruk. Heb ik even gemist wie de persoonlijke fout maakte. In elk geval is het Ordankanda. Die aan de vrije worplijn mag gaan staan. En 2 uit 2 van de vrije worplijn benut. Wissel Kees Akerboom. Voor Tim de Vries Akerboom. Applaus van het meegereisde Bosse publiek terecht. 12 punten tot nu toe, topscorer bij Den Bosch. Nogmaals 657ste wedstrijd.
opnieuw een fout. Deze keer is het Koen Stolk. Fout bij Rotterdam, nummer 6, Koen Stolk. Fort Lies heeft echt heel veel fouten nodig om Den Bosch een beetje in toom te kunnen houden. Er zijn misschien één of twee van die fouten wel wat makkelijk gegeven, maar... Den Bosch oogt gewoon frisser, alerter, met name ook in de aanval. Fort Lee staat wat te prutsen onder het bord een aantal keer. En eenmaal Norville Carey. Koen Stolk miste de driepunter. Maarten Bouwknecht neemt de tijd, neemt de rust, communiceert met zijn ploeggenoten, vraagt om het screen. Wordt niet echt gezet, krijgt de bal terug van Carey. 5 seconden op de schotklok, step back. En bijna nog de driepunter heeft Ordan Kanda nog een seconde of 7. Om nog iets moois te laten zien, Seri! Hij zit lekker in de wedstrijd hoor. Seri zet de stand nog op 41 voor zijn ploeg. En dat doet hij goed. Maar het is nog steeds de voorsprong voor Den Bosch. 9 punten. En zal Fort Lies in het derde kwart toch echt verdedigend met name uit een ander vaatje moeten tappen om het de Bosschenaren echt lastig te gaan maken. We gaan de rust in met, u ziet het, de stand van 41-50. We gaan er heel eventjes uit. En uiteraard graag tot zo dadelijk voor het restant van deze wedstrijd. Fort Lies Rotterdam, New Heroes Den Bosch. Tot zo.
naam is Alice Bauer en in mijn huidige werk combineer ik mijn achtergrond als arts, mijn sportgeneeskundige activiteiten, mijn opleiding en ervaring als coach met ruim 25 jaar ervaring als senior manager in het bedrijfsleven. Mijn deskundigheid van het menselijk denken, niet wat, maar hoe iemand of een team denkt, en de patronen die daarbij zowel op individueel niveau, maar ook op teamniveau ontstaan, die verbind ik aan mijn managerial en medische deskundigheid. Daar zit mijn expertise. Of het nou gaat om professionele of persoonlijke ontwikkeling, de mental coaching in de sport, teamcoaching, loopbaanbegeleiding of talentontwikkeling. En het levert een verrassend praktisch en duurzaam resultaat. Mijn naam is Alice Bauer en in mijn huidige werk combineer ik mijn achtergrond als arts. Thank you.
Keer terug in het topsportcentrum met deze lekkere rammer. Ja, wat minder lekker is, is de achterstand van Fort Lee's 41-50. Oké,
Wat vooral te danken is aan een toch wel wat gebrekkige verdediging aan de kant van Fort Lees. Met name in het tweede kwart. Want het eerste kwart was op zich prima. Dat werd 22-22. Maar in het tweede kwart heeft Den Bosch het verschil gemaakt. Met name via heel veel tweede kanspunten. Scores die er in tweede instantie ingingen na een vaak toch wat makkelijke aanvalsrebound. En daar zal Fort Lees in de tweede helft echt wat alerter op moeten zijn. Mannen uitboksen en zelf ook gewoon de tanden erin zetten. Want dat doet New Heroes Den Bosch aan de andere kant wel. Het schakelde in de eerste helft zeer effectief Marcel Boyd uit. Een lange man aan de kant van Fort Lees. Werd het echt heel lastig gemaakt om tot scoren te komen. En we zijn weer begonnen. Boyd heeft ook inderdaad nog pas 4 scores op zijn naam staan. Deze Ordan Kanda staat al wel op 11. Maar het is vooral Trevor Seddy die vandaag lekker op schot is. Staat op 20 punten. Waarvan 4 drietjes. Dus ik zou zeggen, geef hem nog een paar keer de bal. Maar er zal meer moeten gebeuren dan dat. Mike McClusek mist de 3 onder druk van Michael Kok. Ordan Kanda effectief screen op Pim de Vries. En Kanda kwam ook vrij, maar kan deze floater niet benutten. Iets wat hij normaal gesproken toch wel doet. Kan ook missen. Dat is toch iets wat het publiek niet gewend is, dat Ordan Kanda dit soort ballen mist. Maar al mooie actie van Trevor Seddy. Lekker 2-punter in dit geval. Is hij bezig aan een dijk van een wedstrijd. Oh, wat een nonchalant blok zeg. Kijk eens hoe die Mike McClusek opvangt met de borst en dan die bal uit zijn handen tikt. Alsof hij een vliegdood mapt. En dit is Otmar Kreefsburg aan de andere kant. Ja, dit ziet er dan maar wel weer goed uit. Ja, met name Trevor Seddy, ja, hij oogt ook gewoon echt vlijmscherp. Er zijn wel eens wedstrijden waarin hij een soort van... het lijkt alsof hij niet staat op te letten. Maar hij staat nu gewoon attent te spelen. En hij ramt ze er allemaal in. Deze moet hij niet schieten en dat doet hij ook niet. Inderdaad, Mike McClusek gaf hem geen ruimte. Goede keuze van Seddy om nu niet te schieten. En Ordan Kanda met een magic ball die er uiteindelijk net niet invliegt. Oh, mooie paas. Oudendag op Wessels, maar die kan niet in één keer tot scoren komen. Paast af op Tim de Vries. Die Oudendag ziet, die Wessels ziet. Wat een mooi combinatiespel. En er gebeurt van alles, zegt het publiek. Zegt een fout. Arman Salomon zegt 3 seconden. Uiteindelijk balbezit wel voor de thuisploeg. En het was wel een goed combinatiespel wat Den Bosch daar liet zien. Trevor Seddy. Deze keer niet. Creëerde wel goed ruimte voor zichzelf. Mike McClusek ook niet. Balverlies. Zuur. Cheryl kiest voor de rust. McClusek. Cheryl. Balletje gaat mooi rond bij Den Bosch. 2 seconden op de schoolklok. Cheryl. Oeh, wat scheelt het. Bal vliegt de ring weer uit. En Ordan Kanda aan de andere kant. Wordt gekild. Letterlijk arm om de keel van Pim de Vries. Op Ordan Kanda. En dan besluit de scheids inderdaad om een onsportieve fout daarop te geven. Ja, dat zag er echt wel fors uit. Forse overtreding van Pim de Vries op Ordan Kanda. Hij zal het niet zo bedoeld hebben. Maar het was wel een hele vervelende actie. En Ordan Kanda laat zien dat hij inderdaad die mooie versnelling nog steeds in huis heeft. En daarmee zijn tegenstander kan verschalken. Staat eenzaam aan de vrije worplijn. Hij komt in het team voor Pim de Vries. En een aantal wissels. Maarten Bouwknecht voor Pim de Vries erin. En Madanli
en Boyd zijn er ook weer ingekomen voor Stolk en Kreepsburg. En nou dan kan dat tweemaal. En zo kruipt Rotterdam dichter bij Den Bosch. Nog even geïnformeerd zojuist naar de fitheid van Robert Krabberdam. Viel mij op dat hij in de hele eerste helft geen minuut heeft gespeeld. Terwijl hij wel omgekleed op de bank zit. Maar hij is inderdaad, heeft te veel last van een liesblessure. Dat houdt hem dus aan de kant vandaag. Dus dat beperkt de rotatiemogelijkheden van Armand Salomon wel enigszins. Want ook Mike Bauer heeft nog niet gespeeld. Die was vorige keer ook niet helemaal fit. Maarten Bouwknecht. Rodan Kanda, rebound. En is snel weg, zo snel dat Wessels genoodzaakt is om hem af te stoppen met een persoonlijke fout. Timeout. Van New Heroes Den Bosch. Fort Lee maakt de achterstand voor een gedeelte ongedaan. Het staat in elk geval een stuk beter te verdedigen. Maar ook aanvallend oogt het wat zelfverzekerder. Ordan Kanda die laat zien dat hij de weg naar de basket nog steeds weet te vinden. Op Mark Kreetsberg maakt hij juist een mooie score. En ja, ook Servus Seddy weer hoor. Zo, uitstekend te spelen. 22 punten tot nu toe. Bij New Heroes Den Bosch maakte Norville Carey in het tweede kwart een hele sterke indruk. Die staat op 4 uit 4 tweepunters. En 10 punten in totaal dankzij ook nog 2 vrije worpen. Maar die blijft nu aan de kant. Wessels krijgt nog even een schouderklopje mee van Nick Oudendag. 47 tegen 50. En Rotterdam kruipt naar de bij. Ja, Rotterdam kruipt inderdaad dichterbij. Maar New Heroes zal nu alles uit de kast halen om die voorsprong weer te vergroten. Helemaal als Ordan Kanda hier balverlies leidt. Een uitstekend verdedigend werk van onder andere Stefan Wessels. McClusek. En Oudendag pakte weliswaar de rebound, maar stond daarbij uit. Kees Akerboom komt erin voor McClusek, die inderdaad niet heel lekker staat te schieten vanavond. En Kees Akerboom wel. Want die staat op 2 uit 3 driepunters en 2 uit 2 tweepunters. Ah, eindelijk! Eindelijk weer een lekkere bal. Dit keer van Madali. Cheryl, jumpshotje, rebound Kanda en nu kan Fort Lee weer over Den Bosch heen komen. Voor het eerst sinds het eerste kwart. En dit is een persoonlijke fout van Kees Akerboom. Fout aan de kant van Den Bosch, nummer 12 Kees Akerboom en vrijworpen voor Rotterdam. Michael Kok kan met 2 vrije worpen Fort Lee weer op voorsprong zetten. In elk geval weer gelijk. En daarmee zijn we weer terug. In elk geval aan het begin van het tweede kwart. Toen stond het 22-22. Daarna ging New Heroes Den Bosch met de voorsprong vandoor. Maar Fort Lee komt echt een stuk sterker uit de kleedkamer. Heeft Armand Salomon een donderpreek gegeven van je welste. Na
Zo kennen we hem niet echt. Hij zal het een stuk subtieler hebben aangepakt. In elk geval wat hij ook heeft gedaan, het is goed geweest. En aan de andere kant oogt Den Bosch wat minder zelfverzekerd dan in de eerste helft. Kees Akerboom nu met de gemiste driepunter. Ordan Kanda kiest voor Boyd, kiest voor Kok. En Kok ramt de driepunter er even in. Rotterdam op voorsprong. Ja, er wordt een tweepunter voor gegeven. Het blijft bij een tweepunter. Maar dat maakt niet uit. Dat was een lekker schot. Bouwknecht, mooie paas zeg. Op Nick Oudendag. En die krijgt dan nog wel veel ruimte hoor. Marcel Boyd, kom op. Jij moet Nick Oudendag bewaken. Zet je tanden erin. De goede rebound. Ah, daar is hij. Ja, eindelijk weer eens Marcel Boyd. Eerste kwart was prima van Marcel Boyd. Daarna ging het bergafwaarts. Al een paar lullige missers onder het bord. Maar stond ook niet heel lekker te verdedigen. Nu een fel duel met Nick Oudendag. En hij moet dan ook wel de persoonlijke fout maken om Nick Oudendag niet aan de bal te laten komen. Maar eindelijk weer een score van Marcel Boyd. Omdat Krabbedam dus niet inzetbaar is vanavond. Dan zal Boyd dus vol moeten houden. Een groot gedeelte van de wedstrijd lang moeten spelen. Is het weer een persoonlijke fout voor Marcel Boyd? Dan is dit zijn vierde. Of niet, zijn derde pas. Ja, nee, inderdaad. Vierde persoonlijke fout voor Marcel Boyd. En Koen Stolk gaat erin komen bij Fort Lees. Ah, Maarten Bouwknecht. Drie punten voor Den Bosch. En het staat weer gelijk. Maarten Bouwknecht op 6 punten. Madanli. Ah, dit is wat te snel geschoten. Ook onder druk van Kees Akerboom. Keyshawn Sherrill, mooie hesitation move. Stefan Wessels met de rebound. Weer de aanvallende rebound dus voor Den Bosch. Ja, dat moet echt beter voor het Lies. Aanvallende rebounds vallen toch te makkelijk in de handen van Den Bosch. En scoren van Maarten Bouwknecht. Twee scorers in korte tijd voor de nummer 2 van Den Bosch. Komt op 8 punten en... Stefan Wessel staat alert te verdedigen. Ordan Kanda krijgt de bal uiteindelijk bij Michael Kok. Travis Seddy! Keyshawn Sherrill. Sherrill staat op 7 punten. Een 1-3'tje tot nu toe. 1 uit 3 pogingen. Maar dan Kanda. Dit soort ballen gaan er normaal gesproken altijd in bij hem. Maar dan Kanda heeft op die manier toch al 2-3 van dit soort layups gemist. Dat zijn wel de ballen die het verschil kunnen maken op zo'n avond. Marcel Boyd tegenover Oudendag. Ja, moet hem laten gaan. Sterk gedaan door van Oudendag. De andere kant op gedraaid. Marcel Boyd had geen keuze. Hij staat op 4 fouten. Het laatste wat Fort Lees kan gebruiken is dat Boyd naar de kant zou moeten. Travis Eddy van heel ver! Allemachtig! Wauw! 1,5 meter vanaf de driepuntslijn. En hij doet het gewoon. Ah, kan Maarten Bouwknecht ook? Ja! Het driepuntersfestijn. Ook dat schot van Maarten Bouwknecht. Lekker hoor. En er is discussie tussen Nick Oudendag en Bouwknecht. Nummer 2, Maarten
Dat is voer voor de mannen op de bank. De twee jeugdspelers, Jason Delgado en Otmar Kreesburg. Die staan een beetje te applaudisseren. Uiteindelijk wel weer het handje tussen Oudendag en Bouwknecht. Het is weer goed. Ik ben nu nog een wissel verschuldigd. Oh, blok. Een blok van Carey op het schot van Madanli. En die bal is de vraag, daalde die al of niet? Als dat het geval is, dan moet de score tellen. En hij telt. En balbezit. De score wordt nu voor Den Bosch gegeven. Nou, dat wordt er ook weer afgehaald en nu gaat het goed. Die score telt inderdaad een Oudendag met een elleboogje op Seri. Maar dat was niet opzettelijk en mag ook gewoon door van de arbitrage. Koen Stok is erin gekomen zojuist trouwens voor Marcel Boyd. En Carey met de rebound. Ja, die stond in het tweede kwart ook lekker te spelen, Carey. Slim van Porrepad dat hij hem weer heeft ingebracht, maar wel iets te laat wellicht. Want kijk eens even! Heel goed vrijgekomen van Carey. En ook een heel mooi paasje van Oudendag. Het is dat die bal uiteindelijk niet wordt verzilverd. Maar Carey... Het zou me niet verbazen als hij in het slotkwart nog wat meer minuten krijgt. Een van de mannen die voor veel dreiging zorgt namens de bezoekers. Staat op 10 punten, dat is vlak achter Nick Oudendag. Die staat op 15, Kees Akerboom 12 en Maarten Bouwknecht 11. Dit is Ordan Kanda met weer een toverbal en weer gaat hij er niet in. En dan is het einde van de derde kwart genaderd. En dan kwam Fort Lees Rotterdam zeer sterk uit de startblokken. Althans naar rust. Komt sterk uit de kleedkamer en heeft Portlies uiteindelijk wel weer de voorsprong te pakken. 60-64, we gaan even kijken naar de highlights. Blijft u kijken voor een zeer spannende laatste kwart. Tot zo. Zakenboom opende het laatste kwart bijna met een driepunter. Meegereisd bossenpubliek vindt het niet heel leuk dat deze bal naar Fort Lees gaat.
Heeft Forward Lease een klein gelukje aan en moet Ordan Kanda zo'n bal eigenlijk verzilveren. Ja, scorend is het bij Ordan Kanda niet heel frivol vandaag. Misschien dat hij in het laatste kwart nog los kan komen. Nick Oudendag smijt die bal op de voeten van Koen Stolk in de hoop dat hij over de achterlijn gaat. Dat gebeurt niet. En krijgt Koen Stolk een fout. Waarvan eigenlijk iedereen zich afvraagt wat dan precies de fout is. Scheidsrecht zegt vasthouden. De bal zit bij de New Heroes. Dat zal dan wel. Fordies moet nu gewoon opletten dat het Den Bosch niet te makkelijk de kansen verschaft die het vooral in de tweede kwart kreeg. Dit soort kansen dus. En hoewel het schitterend is om te zien hoe Curry die bal erin ramt, is het wel typerend voor de verdediging bij Fort Lees die gewoon niet scherp genoeg is. In elk geval een groot gedeelte van de wedstrijd niet scherp genoeg is. En Norville Curry, ja, als Porrepad wil winnen moet hij hem erin laten staan. Want staat hij lekker te spelen. Het is niet dat hij schokkend veel punten heeft. Ja, het zijn er 12. Het zijn natuurlijk het zijn 12 belangrijke punten. Maar vooral de dreiging die hij veroorzaakt met zijn insnijdende acties en dan zo'n dunk. Wauw. We kijken naar Travis Eddy inmiddels. Die een persoonlijk foutje meekreeg en dat foutje werd gemaakt door diezelfde Curry. Maar Trevor benut heel veel schoten vanavond, behalve deze twee vrije worpen. Dus die staat op 25 punten. Nou, dat is allemaal leuk, maar als je verliest, dan heb je er helemaal niks aan. Aan een individueel sterke avond. Ordan Kanda krijgt hem er ook niet in, weer niet. Maakt het zichzelf ook wat lastig. Salomon gebaart ook zo naar Ordan Kanda van joh. Had je ook maar niet tegen twee man moeten gaan. En Kees Zakerboom aan de andere kant. Na hard werken. Brengt het gaatje weer op 8. En krijgt zelfs een vrije worp mee. Fout is van Madanli. Die Stilkens geblesseerd. Moedigt zijn team aan vanaf de bank. Is een van de mannen die op zijn avond als dit erg belangrijk kan zijn. Maar die zal nog wel een paar weken uitgeschakeld zijn. Vanwege zijn hamstringblessure. Die opliep in de wedstrijd tegen Leeuwarden. Een paar weken geleden. Misser van Seri. Michael Kok met de rebound. En de steal van Curry die dan doorstoomt. En hier de bal krijgt. En Madanli verschalkt. Maar de lay-up er niet in krijgt. Kanda paast af op Michael Kok. En Michael Kok verprutst die bal onder het bord. Dat is jammer. Ging onderdoor. Terwijl hij volgens mij gewoon een linker lay-up had kunnen maken. In elk geval komt Fort Lees weer goed weg. En hoewel Maarten Bouwknecht de hand opsteekt. Ja, die krijgt hem inderdaad. De persoonlijke fout. Leek het alsof Curry naar de kant ging. Dat gebeurt niet. Het is Nick Oudendag die naar de kant gaat voor Stefan Wessels. Ik zou sowieso niet weten waarom Curry naar de kant zou moeten, want hij staat pas op 2 persoonlijke fouten. En die speelt gewoon ijzersterk bij Den Bosch. En Michael Kok maakt hier een hele belangrijke driepunter. Houdt Fort Lees in de race in deze fase waarin Den Bosch langzaam maar zeker het momentum lijkt over te nemen. Vooral na die spectaculaire dunk van Norville Curry. Man met nummer 21 die hier een screen zet op Michael Kok. En de bal gaat rond bij Den Bosch en Fort Lee speelt in een compacte zoneverdediging. En die compacte zoneverdediging is leuk. Maar ja, met schutters als Maarten Bouwknecht, die moet je die ruimte gewoon niet geven. Punt. Ordan Kanda, bal over de achterlijn. Ja, hij speelt niet heel erg lekker vanavond. En
dat kan je hem gezien zijn eerdere optredens dit seizoen best wel vergeven. Maar dit is gewoon een hele belangrijke wedstrijd, Ordan Kanda. Kom op, zou ik zeggen. Nu moet je er staan. Oh, het is niet normaal. Het is niet normaal wat Norville Carey laat zien. Uit stilstand. Zo'n dunk. En laat Fort Lee dit soort acties in de hoofdjes kruipen. Nou, dit is in elk geval goed op aangeven van Seri. Maakte Ordan Kanda het goed af. Aan de ene kant wil ik meer zien van Norville Carey. Oh, Maarten Bouwknecht. Zou ook mooi zijn geweest. Ah, jemig. De tweede kansen zijn er in overvloed voor Den Bosch. Reboundend is het belabberd. Verdedigende rebounds heeft Fort Lee bijna niet. Hoewel Ordan Kanda deze bal wel benut, was het zojuist ook weer Norville Carey met de bal. De score uit de rebound. En het is frustrerend om te zien dat Fort Lee dat maar niet op orde krijgt achterin. In de verdediging. Ja, time-out aan de kant van Rotterdam. Ruim 5,5 minuut. Moet er echt nog even iets gebeuren. En Fort Lee is al eens ijzersterk teruggekomen deze wedstrijd. Dat gebeurde na rust. Gesprekje nu tussen Arman Salomon en Ordan Kanda langs de zijlijn. Terwijl assistentcoach Vincent van Sliedrecht even gaat kijken bij de rest van het team. Geeft Arman Salomon even wat 1-op-1 instructies aan Ordan Kanda. Maar vooral verdedigend, dat is waar Fort Lee al de hele wedstrijd een beetje laat liggen. Want Den Bosch kan gewoon te makkelijk de rebound pakken in de aanval. En daaruit scoren. En doet dat ook met ver voor, dat moet er zeker bij gezegd worden. Dit is met name Norville Carey. Maar ook Maarten Bouwknecht en Kees Akerboom en een paar hele mooie acties. Rotterdam het op tegen Amsterdam. Apollo Amsterdam, de kleine klassieker dus. Zaterdag 24 maart. Ja, ook Silvano Poropat heeft deze time-out, die dan door zijn conculega Arman Salomon genomen werd, waarschijnlijk goed kunnen gebruiken om de puntjes nog eens op de i te zetten bij zijn ploeg. Poropat, die dus gewoon nog langs de zijlijn staat vandaag. Pas maandag hoort welke straf er door de NBB opgelegd zal worden voor zijn uitval in de afgelopen bekerwedstrijd tegen Leiden. Poropat vandaag in elk geval over het algemeen rustig coachend. Geen spoor te bekennen van enige emotie. Nou ja, positieve emotie. Geen extreme emotie. Weer niet echt een lekkere aanval van Fort Lee. Kanda maakt het zich wat lastig. Tegen twee man. En door de score van Keyshawn Sherrill zojuist is het gaatje toch alweer 11 punten. Het moet nu gebeuren voor het Lees, nu of nooit. Oh, Keyshawn Sherrill zegt niks daarvan. Maarten Bouwknecht doet nog even een full court pressje op Ordan Kanda. Maar voor het Lees komt er wel goed uit. Persoonlijke fout van Stefan Wessels op Trevor Seri. Oh, lekker jumpertje van Michael Kok.
soort halve fadeaway. Maar er is echt meer nodig. En vooral verdedigend. Het is de hele avond al lastig voor Fort Lee om de verdediging echt goed op orde te hebben. Aan de andere kant kan je zeker ook zeggen dat Den Bosch zeer efficiënte aanvallen opzet. Echt goed teambasketbal laat zien. En Ordaan Kanda aan de andere kant. Brengt Fort Lee's weer op 9 punten. Het kan echt nog steeds. Maar het begint echt in de verdediging. Daar moeten meer stops gepakt worden. En dat doe je niet door deze Keyshawn Shewazomer over de achterlijn te laten snijden. Het vorige is mazzel dat Bouwknecht een keer niet de 3 punten raak schiet. Travis Eddy, drietje. Oh! Timeout, Den Bosch. Sadie op 28 punten na deze 3-punter. Dit is zijn 6e 3-punter uit 10. Percentage gaat door het dak. En het worden echt nog wel 3 hele spannende minuten. 3,5 zelfs nog. Een slimme time-out van Porrepad om het momentum weer even weg te halen bij de thuisploeg. Net op het moment dat Ordaan Kanda en Seddy weer in hun ritme lijken te komen, wordt dat aanvalsritme dan toch weer onderbroken door zo'n time-out. En dan heeft Porrepad weer even de tijd om zijn team weer in het gareel te brengen. Chocolas, Noes, Violet. En de verdediging weer even goed neer te zetten. Het ene ding wat wel goed gaat bij Fort Lee's is het aantal punten uit de fast break. Dat zijn er al 17. 74 tegen 80. Tegenover 6 voor Den Bosch. Maar kijken we dan even naar de andere kant van de medaille. Dat is toch het aantal punten uit tweede kansen. Dat ligt op 18 bij Den Bosch. Tegenover 5 voor de thuisploeg. En die tweede kansen, ja, die hebben Fort Lee's tot nu toe behoorlijk in de problemen gebracht. Maar in deze laatste paar minuten kan de thuisploeg de wedstrijd echt nog wel naar zich toe trekken. Het begint in de verdediging. Ah, goede rebound. Nu wel. Goede verdedigende rebound. Trevor Seddy. Ja, die staat ook goed te spelen vanavond. Niet te moeilijk gaan maken nu. Ordaan Kanda zocht contact met Mardan Lee, die hier de bal krijgt. Maar er is een persoonlijke fout gefloten. Mardan Lee leek tegen Ordaan Kanda te zeggen. Of Kanda leek tegen Mardan Lee te zeggen. Kom jij deze kant op? Een vraag om die bal. Mardan Lee zei nee, ik blijf hier wel staan. En kreeg toen de bal aangespeeld. Ja, Mardan Lee kan dat zeker ook. Ja, dit is jammer. De bal glipt uit de handen van Mardan Lee. Maar ook hij kan op bij vlagen die 3-punter erin rammen en heeft een goede 1-op-1 actie. Dit is een loopovertreding van Carey. Een van zijn zeldzame foutjes vanavond. Want Carey staat een dijk van de wedstrijd te spelen. Echt een van de betere spelers aan de kant van Den Bosch. Is ook topscorer bij Den Bosch. Staat op 16 punten. Nick Oudendag vraagt uiterst beleefd. Mag ik alsjeblieft de wissel. Hij komt erin voor Norville Carey. Ja, Nick Oudendag speelt ook lekker vanavond. 15 punten, 7 rebounds. Hij moet het in de laatste minuten voor Den Bosch onder de basket gaan doen. 6 punten achter. Oh, dit had een dreun van je welste kunnen zijn. De bal wordt aan Fort Lee's gegeven.
Daar is alles wat Den Bosch heet het niet mee eens. Dat zouden we in de herhaling nog eens kunnen bekijken op een later moment. We gaan nu verder. Nadat Sadie dus de drie punten van zojuist miste. Maar Ordan kan daar! Kanda! Die kan daar ook! En dit is zo'n mokerslag. Dit kan een mokerslag zijn. Het is geen drie punten trouwens. Tweetje. En Fort Lee's is er echt nog niet. Het kunnen nog twee hele lange minuten gaan worden. Persoonlijke fout is van Travis Seti. Maar New Heroes Den Bosch heeft al drie minuten niet meer gescoord. Cheryl is degene die het de laatste minuten vooral probeerde, maar daar niet succesvol in was. Mooie actie wel dit hoor. Oh, zeer behendig gedaan door die watervlugge Keyshawn Cheryl. Hier creëert hij een gat voor zichzelf waar een vrachtwagen kan keren. Pakt Maarten Bouwknecht deze rebound en kan dit zomaar de beslissing zijn geweest. Die laatste actie van Cheryl. Moet Ordan Kanda inderdaad een persoonlijk foutje maken om balbezit hopelijk te veroveren. Nummer 5, Ordan Kanda. Het was voor Fort Lee's jammer dat dat schot van Ordan Kanda zojuist geen driepunter was. Maar Fort Lee's moet nu gewoon op blijven letten in de verdediging. Nick Oudendag komt daar een screen zetten op Ordan Kanda. Keyshawn Cheryl. Oh. Dit is hem wel hoor, ben ik bang. De beslissing met twee flitsende acties van Keyshawn Cheryl. Attent gedaan ook hoor door Nick Oudendag die dat screen komt zetten op Ordan Kanda. Ordan Kanda die links en rechts over zijn schouder moet kijken om dat screen nog een beetje te ontwijken. Het screen wordt hem ook niet echt goed overgenomen en Cheryl maakt dan de floater heel lekker af. Efficiënt gespeeld, dodelijk efficiënt gespeeld door Den Bosch. Het gaatje 8 punten. In basketbal kan heel veel. Maar nu is er toch echt wel een wonder nodig. Wil Fort Lee's inderdaad nog dit gat overbruggen. Want dit zal Den Bosch echt niet zomaar meer weg gaan geven. Den Bosch heeft verdedigend de zaakje als al behoorlijk goed op orde deze avond. En dat zal in deze laatste anderhalve minuut, als Korrelpad het ook nog eens goed neerzet bij zijn ploeg, niet zomaar gaan veranderen. Kan Fort Lee's nog de nodige stops forceren? Misschien nog een hoge druk gaan neerzetten, fullcourt press wellicht. Ja, het zal ook wel een persoonlijke fout of twee of drie moeten gaan maken. Maar een aantal spelers zit al behoorlijk in foutenlast, dus ook daarmee moet de thuisploeg oppassen. Dat er niet ineens nog twee, drie man naar de bank moeten worden gestuurd. Omdat ze in foutenlast zitten bijvoorbeeld. Porrelpad zegt tegen Stefan Wessels, spreid je armen, dat doet hij. Maakt die paas lastig. Oh, en Stefan Wessels onderschept die bal ook. En dan moet Trevor Seddy de persoonlijke fout maken op diezelfde Wessels. Fout bij Forward Lease Rotterdam. Ja, Ordan Kanda die paast die bal zomaar weer in de handen van Seddy. Goed opgezocht door Michael Kok. Mike McClusack maakte de persoonlijke fout. Fout bij de New Heroes. En
Omdat ook Den Bosch in foutenlast zit, mag Den Bosch of Michael Kok twee maal gaan nemen. Dat oogde niet heel scherp. Gelooft Fort Lee er nog wel in. Ja, natuurlijk wordt het super lastig, maar misschien dat Manali de hoop nog levend kan houden. Nee. En zo lijkt het als een nachtkaarsje uit te gaan. Hier in Rotterdam. Waar Fort Lees tot twee keer toe uitstekend is teruggekomen in de wedstrijd. Maar waarin het toch echt gewoon zijn meerdere heeft moeten erkennen in Den Bosch. Dat dodelijk efficiënt heeft gespeeld vanavond. Steven Wessels in de vrijworpen van Rotterdam. En ook als Sadie deze laatste vrije worp mist, is er nog steeds een wonder nodig om de twee punten over de streep te trekken in eigen huis voor Fort Lees. Moet een persoonlijke fout gemaakt worden, die wordt ook laat gekald. Maar wordt uiteindelijk wel gegeven, is het aan Trevor Sadie dat die gegeven wordt. Ja, en dan kijken we even op hoeveel persoonlijke fouten hij intussen staat. Is ook alweer zijn vierde. Keyshawn Sherrill. Hartstikke idee, in de slotfase is hij belangrijk hoor voor Den Bosch. Sterker nog, als ik me niet vergis, heeft hij de afgelopen 6 punten gemaakt voor zijn ploeg. Oh, Marcel Boys! Staat hij er eindelijk? Maar ja, 7 punten, hoe ga je dit nog overbruggen? Alle rust, alle tijd. Keyshawn Sherrill neemt alle tijd. Wordt er nog een fout gemaakt? Gaat Rotterdam het op die manier nog proberen? Ziet er niet naar uit. En dan is inderdaad het einde van de wedstrijd hier. Deze bal gaat er niet meer in. Deze moet er dan in. Oh, airbal van Michael Kok. Kan Nick Oudendag de wedstrijd nog bekronen met een monsterdunk? Dat doet hij niet. Michael Kok probeert die bal nog te blokken. Maakt erbij een persoonlijke fout. Is het gedaan? Fout aan de kant van Fort Lees Rotterdam. Komt de Trevor Sadie op 30 punten. Dat is natuurlijk uitstekend. Ordan Kanda, met name dankzij een sterk slotkwart, komt nog op 21 punten. En Michael Kok op 13. Maar het is niet genoeg. Het teambasketbal van Den Bosch is vandaag zo sterk gebleken. Daar kon Fort Lee zich bij vlagen. Wist zich daar geen raad mee. Aanvallend was overklaste Den Bosch Fort Lee. Pakte het heel veel aanvallende rebounds. Heeft het ook aardig wat punten daaruit gescoord. En als Fort Lee het verdedigend vanaf het begin wat beter op orde had gehad, dan had het hier ook een beter resultaat kunnen halen. Nu blijft het steken op 80-89. Gaat ook deze derde ontmoeting tussen deze twee ploegen naar Den Bosch. En hierbij neemt Fort Lee het Rotterdam het op tegen Apollo Amsterdam. Dus nogmaals. Op 14 april is nog wel de laatste ontmoeting tussen beide ploegen dit seizoen. Om 8 uur is dan in Den Bosch de wedstrijd. Tussen deze twee teams. De eerstvolgende thuiswedstrijd voor Fort Lees zal zijn tegen Apollo Amsterdam. De huidige nummer 6. En hoewel het er niet meer op lijkt dat de play-offs echt in gevaar gaan komen voor Fort Lees, is dat toch alweer een wedstrijd waarin Fort Lees
zichzelf weer kan herpakken na 2 nederlagen op rij. Want afgelopen week verloren het dus van Donar Groningen. En vanavond verliest Fort Lee tegen Den Bosch. Eindstand 80-89. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.